Yo, Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Miitopia video. Gelukkig is Mario weer fit, dus die kunnen we meenemen. En dan gaan we proberen om wat nieuwe basis weer te verslaan hier. We hebben de bazen uit zone 1, 2, 3 en 4 al verslagen. Dus nu gaan we verder met zone 5. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Want daar help je me natuurlijk super erg mee. En dan gaan we kijken wat de basis is van zone 5. Daar zijn we weer met z'n vieren. Ah, het is een driekoppige hondendraak beest. Cerberus, weet ik veel hoe dat heet. Koning der honden. Ja, dat is een makkelijkere benaming. Oké, let's go. Red begint gelijk met rotsenregentje. Dan ga ik hier naar Steve en Red even in de hypermodus brengen. Ik gooi nog geen schildje, want ik wil eerst eens even kijken wat hij allemaal doet. Ja, dit is een flinke aanval. Mario die geeft ons allerlei schildjes. Ik denk dat ik hem één keer kan aanvallen voordat ik mijn team moet gaan healen. Let's go, orkaantje. Pak hem aan, Steve. Nice, 250 damage. Nu Red, 152 damage. Nu Mario op Epona, 202 damage. Eens even kijken hoor. Wat gaat er gebeuren? Kijk, dit is wel een hard tikkie. Oeh, Red is bijna kapot. Maar ik kan natuurlijk nu mijn mega bloembed doen om ze allemaal te healen. En dan denk ik wel dat Red nog wel wat strooisel nodig heeft erbij. Zo, ja, want die was natuurlijk net twee keer geraakt. En dan gaan we door aanvallen. Oeh, 500 damage samen. Dat was echt super sick. Mario nog 97 eroverheen. Mario beschermt iedereen lekker. Dat is echt super chill. Hij kan ons niet hypnotiseren of zo, geloof ik. Omdat Mario elke keer ons een schildje geeft. Nu gaat Steve Red healen. Daar ben ik niet zo blij mee. Want ik wil eigenlijk gewoon iedereen healen. Dan ga ik maar gewoon aanvallen op mijn paard. Hoppa. En dan kijk ik even wie de strooisel nodig heeft. Ik denk Steve wel een klein beetje. En voor de rest moeten we denk ik even gokken. Dat we het allemaal gaan overleven. Lekker Red. Let's go Mario. Oké, kijk, zie je, hij beschermt ons de hele tijd. Dat is echt super nice. Hij doet nu allerlei vuuraanvallen. Gelukkig overleven we het. Dus ik ga nu weer lekker chill healen. En Red, die helpt me erbij. Kijk, iedereen vol HP. Dat moeten we hebben. En dan kan de rest van mijn team lekker aanvallen. Alleen is Red nu boos op Steve. Omdat Red pittig eten heeft gegeven. Omdat Red pittig eten heeft gekregen, bedoel ik. Van Steve. Kijk hem hard gaan, jongen. Jemig. Ja, Red die zit nu ook de hele tijd te healen. Maar ik wil eigenlijk helemaal niet dat hij gaat healen. Ik wil dat Red mij gewoon laat healen. Nou ja, weet je, dan ga ik wel even weer strooisels doen. Doen we het wel even zo. Ik heb nog de helft van mijn strooisel over. Dus dat is dikke prima. Als ik Steve niet wil laten healen, dan moet ik hem eigenlijk gewoon HP... of ik bedoel hypermodus brengen natuurlijk. Ja, ik denk dat dat de beste keuze is dan. Let's go! Paard! Hij heeft nog minder dan de helft van zijn HP. Dus het gaat de goede kant op als er niet opeens hele gekke dingen gebeuren of zo. Kijk eens, lekker. Al die damage. Mario doet niet de sterkste aanval de hele tijd. Dat is een beetje jammer. Maar goed, als we het sowieso redden, dan vind ik het niet zo erg. Aanvallen, Steve. Ja, lekker. Nu Red. En dan is het nu de beurt aan Mario. Yep. Oké. Hij gaat weer... Oeh, hij gaat nu echt hard aanvallen. Maar hij sloopt ons niet, jongen. Lekker. Nog een klein beetje strooisel erbij misschien. Zodat Steve ook weer full HP is. Ah, we gaan lekker jongens. Zonder gebruik te maken van de schuilplek eigenlijk. Gewoon volledig aanvallen nu met z'n allen erbovenop. Hij is nog steeds niet kapot. Hij houdt het nog steeds vol. Ik begin nu even te slapen. Oh, ik ben alweer wakker natuurlijk. Want hij heeft me opnieuw aangevallen. Nou, Steve ging weer healen. Potverdorie. Dan ga ik hem maar gewoon aanvallen met Epona. Beam. Ah, nee. Red, waarom gebruik je nou een HP-banaan? Jongen, ik heb toch voldoende healing voor je, man. Wat doe je nou? Ah, lekker. Mario die maakte er dan toch een einde aan. Jongen, jongen. Nou, dat hebben we toch wel weer lekker gefixt, hoor. Heerlijk. Ik ga nu naar level 39. Bijna level 40. Oh nee, er is weer iemand ziek. Niet iemand uit mijn team, toch? Ah, gelukkig Toad. Sorry, Toad, dat ik gelukkig zeg, maar ja... Ik gebruik je op dit moment niet, hè. Steve en ik gaan naar level 38. Jongen. Heel sick. KK Slider en Epona zijn ook echt ziek goede maten, joh. Level 45. En Steve wil weer maten worden met Red. Dat lijkt me een goed plan, jongens. Leg die ruzie eens even bij. Is nergens voor nodig, ruzie. Mimikyu krijgt even een nieuw wapen en dat is een garnalenboog. Die maakt gewoon van een garnaal een pijl en boog. Heerlijk, heerlijk. Dan gaan we snel door naar zone 6. Wat is de eindbaas in zone 6? Ah! Oh, oké. Het is de duistere koning en de duistere koningin. Koning heeft gewoon een koningin gevonden. Oh, dit is heel intens. Let's go, let's do this. Ik ben zo benieuwd wat dit gaat brengen. Mario gaat nu wel voor zwart gat. Dat deed hij goed, daar ben ik blij mee. Dat is de sterkste aanval namelijk. Oké, wat gaan ze doen? Oeh. Oh. Oh.
Dit gaat heel hard. Dit gaat te hard. Ik denk dat ik nu gewoon even met strooisel moet gaan doen. Want we moeten zo snel mogelijk één van deze twee kapot maken. Ik ga ook gewoon gelijk een schild instellen voor ons drie. Ja, dit is een ding. Dit is een ding. Oké, let's go. Snuiven. Hopelijk gaat één van de twee snel kapot, jongens. Want deze is intens. Deze gaat echt intens worden, deze battle. Lekker red, pak ze aan. Mario is weer vol. Hij is weer oké. Het schild van Steve is ondertussen ook weer weg. En ik geef een nieuw schild aan Mario en aan Steve. Oh man. Die koningin is sick, man. Oh, Red is nu bang. Die moeten we even naar de schuilplek brengen. Ik denk dat ik continu iemand hier in de schuilplek moet hebben zitten. Anders gaat het niet goed komen. De koningin is bijna voor de helft kapot. En de koning, ja, dat duurt nog heel lang volgens mij. Oké, we laten Red even in de schuilplek, zodat hij geen damage gaat krijgen. Kijk, want wij krijgen nu damage. Red even uit de schuilplek halen. Dan zomaar even wat strooisel doen, denk ik. Zodat ik in ieder geval ook kan blijven aanvallen even. Oeh, nice. Mario en Red worden beter matties, dus zijn zij allebei nu weer full HP. Dat betekent dat ik niet hoef te gaan healen. En dat is echt super fijn. Oké, aanvallen. Orkaan. Let's go. We moeten er volop met z'n allen, jongens. We kunnen het beste, denk ik, voor de koningin gaan met z'n allen. We hebben geen schild meer. Oeh, oh, ja. Oh, paniek, paniek, paniek. Laat het maar aan mij over, zegt Mario. Oh, die heeft nu genezing? Ja, maar ik wil eigenlijk dat jullie allemaal aan gaan vallen, jongens. Ga maar in de hypermodus, Steve. Dan ga ik wel even healen. Oh, dit gaat me net goed. Steve gaat even indruk maken. Die slooft zich uit. Oeh, 285. Healen. Iedereen gaat mij helpen, dus ik denk dat we weer full HP zijn nu. Ja, lekker. Dit is toppie. Dit is top. We moeten op de koningin, jongens. Niet op de koning. De koningin is de zwakste van de twee. Tenminste, qua defensie. Qua verdediging. Qua aanval is ze echt heel sick. Ze probeert ons nu elke keer van de wijs te brengen. Dat lukt lekker niet, want ja, Mario die doet elke keer die bescherming. Die beschermende maskers. Echt, daar ben ik zo blij mee. Ik denk dat we zo wel weer kunnen aanvallen. Ja, ik ga sowieso aanvallen. Let's go, orkaantje erbovenop. Nice. Steve wordt geholpen door iedereen. Ja, Steve die gaat alleen voor de koning. Dat vind ik wel jammer. Ik ga mezelf een klein beetje strooisel geven en Red ook. En ik ga mezelf heel veel MP strooisel geven, want dat heb ik nodig. En Mario mag ook even heel veel MP-strooisel. Oké, spannende battle dit, man. Wow. Dus even kijken wat ze gaat doen. Die koningin die begint ons nu aan te vallen. Oeh. Dat was super gevaarlijk. Dat werd even heel krap. Oh, nee, Red. Of ik bedoel Steve. Steve gaat... Oh, Steve doet deze. Dat iedereen gaat aanvallen. Oké, cool. Steve krijgt wel weer de hyper-strooisel. Ga ik denk ik toch maar even... eventjes wat HP-strooisel geven aan iedereen, zodat niemand doodgaat. Ik wil niet dat iemand doodgaat. Dat zou een probleem zijn. Zwart gat van Mario is altijd lekker. Supersterk aanval. Deze is ook een beetje te sterk. Oh, wat gaat hij doen? Mario en Steve gaan allebei naar level 42, 32 saampies. Dus die zijn weer full HP. Dus ik kan rustig strooisel gaan geven aan mezelf en aan Red. Maar de strooisel is nu wel op. Dus dat is wel een ding. De HP-strooisel is op, jongens. Maar waarom vallen jullie elke keer de koning aan? Ik wil dat jullie de koningin aanvallen. Als we nou gewoon elke keer één hadden aangevallen, dan was die al lang dood. Nu moeten we de hele battle tegen twee. Soms vind ik het zo jammer dat ik mijn maten niet aan kan sturen. Zwart gat plus één is heel sterk. Oh, wacht eventjes. Steve is boos. Steve gaat even naar de schuilplek. Dan worden wij denk ik nu aangevallen. Nee, ze proberen ons de hele tijd van de wijs te brengen. Ik ga het zekere voor het onzekere nemen door gewoon te healen. En dan mag Mario even zijn sterke aanval gaan doen straks. Hopelijk. En Steve is er ook weer bij. Wat MP-strooisel nu voor Mario. Anders gaat hij straks lekker zo'n snoepie gebruiken. Dat moeten we ook niet hebben. En mijn MP-strooisel is ook op. Dus het moet nu echt gaan gebeuren. Ah, rotsenregen. Doe alsjeblieft zwart gat Mario straks. Oh, nu ben ik boos. Oh, nee. Oh, ik tackle Mario. Nee. Wat lelijk. Oh, nee. Het gaat toch niet nu alsnog fout, jongens. Alleen omdat ik Mario tackle. Laat mij mijn team healen. Mario is in ieder geval wel al geheeld. Oh, lekker. Red doet een val. Mario doet zwart gat. Ja, de koningin is down. De koningin is down. Yes. Woe. Lekker. Oh, man. En de koning is ook down. Oh, we waren echt door alle strooisels en dingen heen, maar we hebben het gered. Dit was de moeilijkste battle tot nu toe hier in Nieuw Neonië, sowieso. Woe, wat close. Oké, maar nu de baas van zone 7. En als de vorige al zo moeilijk was, wat zal dit dan worden? Ah, ik hoop dat dit er dan één is. Oh, die zag er intens uit. Oh, het is de boze wijze. Ik ben een beetje bang. Eerlijk, ik ben een beetje bang. Hoe hard target hij ons? Oké, ik denk
Als ik heel eerlijk ben, ik weet niet hoeveel damage we hem gaan doen. Maar ik denk dat we dit niet gaan redden. Of hij moet heel snel doodgaan, maar dat lijkt me sterk. Nee, dit gaan we nooit redden. Dit gaan we nooit redden. Hij doet ons zoveel pijn en wij doen hem zo weinig pijn. Dit kan niet. Hier moeten we echt, denk ik, level 45 voor zijn met z'n allen of zo. Kijk, gelukkig raakt hij ons niet wat dit betreft. Maar mijn HP-streuzel is gewoon nu al bijna op. Dus ja, en hij heeft nog, ik denk, 6/7 van zijn HP over of zo. Tenzij we echt heel hard slaan. Maar ja, ik ben bang dat... Ja, kijk, dat bedoel ik. Daar gaat Mario al. Ik heb Mario ter leven gewekt. Ik heb al mijn schild opgemaakt en mijn HP-streuzel is bijna op. Of we moeten hier heel snel een einde aanmaken. Maar dit lijkt me sterk, jongens. Hij heeft nu een kwart van zijn HP weg. Ja, nee, dit is nog onmogelijk. Ja! Volgens mij gaat hij nu weer aanvallen, dus ik doe Mario maar even in de schuilplek. Ja, kijk, daar gaat hij. Onze schilden zijn nu weg. Hij begint nieuwe mensen te targeten. Steve begint aan te vallen. Mario mag weer terugkomen. Ik ben heel bang. Ik ben super bang. We hebben hem trouwens wel bijna voor de helft nu down. Oh, jongens. Steve, ga maar even in de schuilplek, jongen. Oh, daar gaat... Ja, daar ga ik. Nee, nee, nee. Dit is nog niet te doen, man. Dan gaat hij weer. Ja, nu gaat hij Steve aanvallen. Nee, joh. Dit is niet te doen. Mario leeft nog. Nee, hier moeten we nog wel even flink ons best voor doen. Alhoewel, we hebben hem wel gewoon voor de helft, hé. Dat wel. Maar ja, dat is niet goed genoeg. Ik zit wel een beetje te twijfelen. Want wat als ik nou nog zou leven, hè? Als ik niet dood was gegaan. Als ik nou mezelf even in de schuilplek had gedaan. Het is jammer dat ik mezelf nu niet tot leven kan wekken. Of dat een ander mij niet tot leven kan wekken. Want dat had wel fijn geweest. Oh, jongens. Oh ja, daar gaat Red ook. Oh, en Steve ook. Nee, hoor. Mario is boos, maar die gaat het niet in zijn eentje redden. Hij gaat wel 3 keer achter elkaar aanvallen nu. Wat als ik Mario nu in de schuilplek doe? Nee, dat gaat niet. Dat kan niet als je alleen bent. Oh. Oh, het laatste strooisel. Het laatste strooisel. Let's go, Mario. We hebben hem voor meer dan de helft kapot gekregen. Ah! Oh, huh? Leef ik? Ik leef. Of niet? Oh, nee. Huh? Ik help hem. Ja, dit zal niet genoeg zijn, helaas. No, Mario. Ja, dit wordt weer trainen, jongens. Maar eigenlijk vind ik dat dit nog best wel goed ging. Maar ja, trainen is dus wel nodig. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat wil zien. Hoe ik deze gast toch gewoon uiteindelijk ga verslaan. Het komt goed. En vergeet dus niet te abonneren als je dat wil zien. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel.